mijn daddy! Hallo papa! Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar mijn vlog. Annemiek, zijn je koeien al naar buiten? Nee! Is het gras nog niet lang genoeg? Jawel! Dus, dat doen we morgen. Waarom doen we dat morgen? Nou, morgen is het Goede Vrijdag. En dan is iedereen vrij. Dus, Denise, Danielle, John, Maarten, ze staan allemaal in de startblokken. En morgen gaan we ze met z'n allen naar buiten doen. Ik heb er heel veel zin in. Maar wat ga ik jullie dan deze week vertellen? Nou, ik ga jullie niet zo heel veel vertellen. Maar papa, die gaat jullie wat vertellen. En dat vind ik ontzettend leuk. Ik heb vorige week nog in de krant gezegd. Ik heb een interview gegeven aan de boerderij. En daarin heb ik gezegd dat mijn vader niet op mijn vlog wil. En dat was ook zo. Maar papa heeft een nieuw vriendinnetje. En die heeft hem overgehaald. Dus Ria, let even goed op. Want hij doet het speciaal voor jou. Daar is hij al eindelijk. Mijn daddy. Hallo papa. Hallo Annemiek. Wat ben je aan het doen papa? Ik probeer haar op te spoken. Ah, en lukt het een beetje? Ja, dat gaat mooi. En wat moet je allemaal doen voordat je aardappels kunt poten? Wat moet je doen om aardappels te poten? In elk geval, je moet zorgen dat je bouwen zwart land hebt. Oftewel bouwland, of je moet grasland ontploegen. Want vorig jaar liepen hier nog gewoon koeien. En nu staan er aardappels. Dus je hebt het eerst geploegd. Ja, ik heb het eerst geploegd, ja. Maar papa, je zegt net dat wij elk jaar gras scheuren om er aardappels op te poten. Is het niet veel handiger om elk jaar gewoon op hetzelfde stuk land aardappels te poten? Ja, maar dat mag niet, want dan ontstaat er aardappelmoeheid. En dat betekent? Dat er in de grond beestjes ontstaan die de aardappels opeten. Oh, dus dat kan gewoon niet? Nee. Dus daarom moeten wij wel elk jaar een stuk grasland ontploegen om er aardappels op te zetten. Ja, in principe om. Papa, meestal ploeg jij het land gewoon om, toch? Als er gras staat, dan ploeg je het om en dan poot je de aardappels in. Ja, in principe ploegen we alleen zo gras zo om. Want gras gaat zo dood als het ontploegt. Behalve als er gras en kweek met een wortel onkruid. Die groeit zo verder. Als je hem omploegt, dan groeit hij zo verder. Dan spuit je het land van tevoren dood. Ah, en dat doe je met? Roundup. Of in de volksmond glyfosaat. Dus dit land heb je doodgespoten met glyfosaat? Ja. En kun je er dan nu wel aardappels in poten? Jawel, want het middel werkt alleen op het gras wat je doodspuit. En waarom werkt het dan niet op de aardappels? Omdat het opgenomen wordt door het gras. En als je het gewoon op het land spuit, het gewas wat erna komt, die kan het niet opnemen. Het wordt alleen via het blad opgenomen. Oké, dus nu zit dat dode gras zit hier wel in de grond. Maar de aardappels hebben daar geen last van. Maar dat dode gras met dat glyfosaat, dat zit hier nu wel in de grond, papa. Is dat dan niet slecht voor de wormpjes en het bodemleven? Nee, want glyfosaat werkt niet op beestjes. De beestjes hebben er helemaal geen last van, want beestjes hebben namelijk geen blad. Want het blad, glyfosaat door het blad opgenomen, werkt dus alleen op planten, niet op beesten. Ah, nou, dat is een hele geruststelling, vind ik eigenlijk wel. Maar ploegen is dan wel weer, dat is dan wel weer niet zo goed voor het bodemleven. Nee. Maar ja, je kunt niet elk jaar aardappels dus op hetzelfde stuk poten. Dus eigenlijk moet je wel wat. Ja. Ja. Eigenlijk is het best een lastig beroep, mensen, het boerwezen. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Hé, maar daddy, waarom poot je de aardappels in van die ruggetjes? Goede vraag. Ja, we stellen hier alleen maar goede vragen natuurlijk. Omdat het makkelijker is met rooien. Ah, dus dan... Die rooit ze ook weer in rugjes. Uit de rugjes. Ah, dus je poot ze in rugjes omdat je er dan makkelijker met de rooimachine weer uit kan halen? Ja. Oké. En hoe groeit een aardappel eigenlijk? Want je stopt er één in de grond. En hoeveel haal je er dan weer
10. Oh, dat is wel handig. Ja. Dus van 1 kilo aardappels komt ongeveer weer 10 kilo aardappels terug. Ah. Nou, weten we dat ook weer. Zo, dit was het dan weer. Mijn vlog voor deze week. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. Ik ga jullie volgende week laten zien hoe onze koeien naar buiten zijn gegaan. Willen jullie even een duimpje omhoog doen voor mijn daddy? Want ik vind dat hij het heel goed heeft gedaan. En dan zie ik jullie volgende week. Doei doei! Ik ben van plan elke donderdag een vlog te posten. Dus als jullie het leuk vinden, abonneer je op dit kanaal. En dan zien jullie mij volgende week donderdag.